Dat zijn altijd dingen binnen de voetballerij. We spelen de eerste wedstrijd natuurlijk ook tegen PSV, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Het is niet voor het eerst dat we interesse hadden. Dat speelt dan voor de winterstop. Daar zijn we mee bezig geweest. In eerste instantie was Jordi twijfels. Daarna wilde hij heel graag komen. Dan heb je natuurlijk ook met PSV in dit geval te maken. En je moet de eerste wedstrijd niet vergeten. Niet ervan uitgaan dat de PSV wakker ligt van Excelsior. Maar in ieder geval, het speelt altijd wel mee. Dus ik denk dat je er ook een beetje doorheen moet prikken. Dus maandagochtend wordt hij gepresenteerd? Waarschijnlijk wel.